Tussen 1774 en 1781 bouwde Ise Eysinga een nauwkeurig model van het zonnestelsel. Maar hoe werkt dit zonnestelsel nou eigenlijk precies? In het midden van het plafond heeft Eysinga de zon weergegeven. En dan zien we op de zon de banen van de planeten. Het dichtst bij de zon de kleine planeet Mercurius. Die gaat in 88 dagen een keer rond. En vervolgens komen we bij de tweede planeet Venus. Dan de aarde met de maan. Vervolgens Mars, Jupiter en Saturnus. En de verste planeet Saturnus met zijn mooie ringstelsel, die is meer dan 29 jaar onderweg om hier in deze kamer één keer om de zon te draaien. En bovenop zolder hebben we dus daar ook de juiste tandwielen bij. Grote wielen met meer dan 10.000 spijkers die de aandrijving doen. Nou, die aandrijving hoort op de achtergrond al tikken. Het is eigenlijk gewoon een Friese staartklok, ja, waarbij de slinger van de klok het tempo aangeeft. En de energie wordt geleverd door het lichten. Hoe knap is nou eigenlijk zoiets? Of zou dat? Ja, ja, als je bedenkt dat... kijk, die kennis was toen wel aanwezig. IJzer heeft niet de planeet ontdekt, hij heeft niet de omlooptijden van de planeten vastgelegd, dat was bekend. Maar om dat te vertalen in zo'n bewegend model, dat is raadsel. Ja, naast het hart van de planetariumkamer en het radenwerk, zijn we deze week nogal uitgebreid. Het complete pand naast ons is aan het museum toegevoegd. En we hebben gelijk de gelegenheid gebruikt om ook ons huidige museum helemaal opnieuw in te richten.